als dingen, als de kleinste dingen zoals tandenpoetsen al energie kosten, mm-hmm. dan is toch meer dan logisch dat een heel huis opruimen, dat dan ja. als iets heel groot en bijna onmogelijk voelt. Ik kon me ook vroeger best wel heel erg gewoon schamen voor mijn huis, dat ik mensen niet durfde uitnodigen, omdat ik dacht, ja, maar mijn huis is niet goed genoeg. Hoe belangrijk zijn spullen eigenlijk voor jou? Hecht jij er veel waarde aan? En dan kan het voelen, heb ik mijn leven niet onder controle? Maar heb ik geen grip? Mm-hmm. Waarom lukt het me niet mm-hmm. om dit bij te houden? Want het lukt hun blijkbaar wel. Ja, ik las wel iets interessants. Dat een psycholoog zei, mensen kopen om 3 redenen dingen. Ja, waarom niet? Inderdaad. Ja, wie bepaalt dat altijd 's ochtends moet? Nee, hey, it's my life. Ja, ja, precies. Nou ja, precies. Zo, goedemorgen. Goedemorgen. We zijn er weer. Het is dinsdag, althans, als we deze podcast opnemen. Ja, het is vrijdag en hij komt online. Precies. Podcast 4 alweer. 4, het gaat snel, hè? We zitten al op de helft. Ja. Yeah. Hey, hoe was jouw week? Mijn week was heel goed. Ik had een leuke, drukke week. Ja. En de week haakte ook echt fantastisch in op het thema van vandaag. Ik ben heel benieuwd zo. Hey, en wat... Wat was jouw trotse momentje van de week? Wij hebben met de band... Ja, meerdere dingen eigenlijk. Kom maar door. Ik heb vrijdag, zaterdag, zondag... Vrijdag zijn we in de studio. Hebben we de laatste dingen aan de mix van onze nieuwe single hebben we gedaan. En mijn trotse momentje was... Ik merk gewoon dat ik de muziek beter begin te begrijpen. En wat dat leuk. Ik beter kan aangeven en verwoorden van... Het moet zo gaan klinken. Misschien kunnen we zoiets doen... Want dat horen van, ik wil dat het meer deze vibe wordt, is één ding. Maar kunnen omschrijven wat het dan is, uiteraard, dat is het volgende. Ja. En ik merk dat ik daar steeds beter in word. Dat je daarin groeit ook. Ja, vind ik heel erg wat leuk. Wat een leuke constatering. Merk je dat bij jezelf of merken anderen dat ook? Of hoe werkt dat? Nou, ik merk het vooral bij mezelf. Ja, dat lijkt me ook wel een heel fijn gevoel. Wat leuk. Ja. Dus jij ging zingend of muziekmakend het weekend in. Ja, en zaterdag hebben we een videoclip opgenomen. En daar moest je heel ver voor rijden, toch? Naar Heerenveen helemaal. Vanuit Den Haag. Wat een eind. En? Ja, volgens mij wordt het heel vet. We krijgen het ergens deze week. Misschien hebben we het al als dit online komt. Maar goed, ik ga het nog niet spannend laten zien. En ook daarin merk ik, versus de eerste videoclip die we opgenomen waren, was ik nog heel erg een beetje... ingehouden. En nu durf ik echt helemaal los te gaan, zeg maar. Ja, en hoe komt dat nou? Ja, gewoon toch comfortabel daarmee geworden door het te doen, door met mensen te werken die je ook een beetje coachen, waardoor je het gevoel mm-hmm. krijgt, ik kan dit ook gewoon doen. Ja, wat belangrijk. En een beetje zelfvertrouwen ook daardoor krijgen. Ja. En zondag zijn we gaan repeteren. Heb je het hele weekend muziek gemaakt? Ja. Wat goed. Ja, dat was echt heerlijk. Ik ben echt zo helemaal... Zondag zijn we gaan repeteren en zijn we aan weer een nieuw nummer gaan werken. En daarin hebben we ook echt goede stappen gezet. Dat ik echt denk, ja, we worden echt allemaal beter in wat we doen. Oh, wat fantastisch. Dat is zo tof. We doen nu 3 jaar dit samen. En ik merk gewoon echt de afgelopen tijd dat we echt als team, als band ook gegroeid zijn. Heel tof. Nou, wat een heerlijk weekend. Ja, en het bruggetje is... dat als ik het zo druk heb gehad, want het is naar Heerenveen, naar Utrecht, naar dit, naar dat. En dan ben ik thuis en dan drop ik weer een tas met kleren thuis. En dan liggen er overal snoer. Was een rotzooi. Ja, en dan heb ik gisteren toch echt even wat afspraken afgezegd om te gaan opruimen. Oeh, maar daarover later meer. Spoiler! Hoe is het met jou? En goed hoor. Wat was je ken je dan dat je soort half ziek bent, maar niet helemaal? Dat het niet soort doorzet? Ja, dat heb ik. Super frustrerend. Maar verder gaat het goed. Ja, ik even nadenken wat mijn proud moment van de afgelopen week was. Nou, misschien wel dat ik zo'n avond... Dat ik, maar dat was niet echt ziek, maar toen zat ik gewoon mentaal... Je kan het hebben, dat je gewoon niet lekker in je vel zit en er is geen reden voor. En toen, ik woon natuurlijk nu op mezelf. Dus ik moet het ook nu met mezelf doen. Ja. En... Toen was het echt zo'n avond dat ik gewoon, het lukte allemaal niet. En ik dacht, laat maar en het wordt niks. Weet je, dan ga je het ook heel groot maken. En toen dacht ik, toen heb ik heel bewust echt mezelf toegesproken. En toen heb ik er echt een hele goede avond nog van kunnen maken. En toen dacht ik, dit heb ik nu echt wel helemaal zelf gedaan. En waar ik dus aan moest denken, ik weet niet of jij dat ook hebt gehad, dat je in bepaalde therapieën, dat je dan een soort terugvalplan moest schrijven. En nu, klinkt dat heel groot, dit was geen terugval, maar...
Wat moet je doen op het moment dat het minder goed gaat? En toen schreef ik altijd van die dingen op en ik geloofde er zelf niet in. En ik deed het meer als huiswerk voor therapie. Maar nu dacht ik wel, oh ja, dit is echt zo'n avond waarin ik volgens mij wel al die dingen doe waar die ik destijds een keer opschreef. Weet je wel, wat voor dingen zijn dat dan? Bij mij is het heel erg dat ik dan me ga douchen en dan opnieuw ga aankleden, maar dan in mijn lievelingskleding. En dat is dan gewoon een jurk. En dan doe ik hakken aan. Ik ben helemaal alleen thuis, hè. Maakt niet uit. Gewoon s'avonds ja, ook s'avonds, eigenlijk. Het was 7:30. Dan ging ik eerst eens koffie drinken. Ja, weet je, ja, ik word daar blij van. Dus ik doe dat gewoon. En toen dacht ik, nou ja, eigenlijk wist ik het ook allemaal niet meer met eten. En toen dacht ik, nou, ik ga ook gewoon de tijd nemen om een recept te koken. En toen keek ik een serie. Nou, en ik was gewoon helemaal tevreden met mijn eigen aanpak. En toen dacht ik, ja, dit is wel echt, volgens mij, wat ik destijds ooit een keer in zo'n formulier opschreef. En dacht, ja, het zal allemaal wel. Maar dat vond ik, daar was ik zelf eigenlijk wel trots op. Wel goed. Ja, vooral is het ook gewoon leuk als je er dan nog een fijne avond van maakt. Dus, en dan gewoon echt doen wat werkt voor jou. Als jij dan je ochtendkoffie in de avond wil. En ik dacht, waarom ook eigenlijk niet? Ja, waarom niet, inderdaad. Ja, wie bepaalt dat dat altijd 's ochtends moet? Hey, it's my life. Ja, nou precies. Ja, precies. Ja, ik kan keihard mee zingen met muziek. Ja. Heb ik ook gedaan. Meestal ben ik dan altijd toch van, ja, wat zullen de buren denken? En ik dacht, het maakt me even niks uit wat de buren denken. Wat supergoed. Ja, heel herkenbaar. Dat vond ik altijd heel moeilijk, een moment dat je zo je ineens meh voelt zonder een goede reden. En misschien is dat wel omdat je het eerst juist je supergoed hebt gevoeld en dat je weer naar een soort neutraal gaat. Ik herken dat heel erg. Voor mij is dat heel erg verdragen. Ja. Het zijn ook dingen die ik ook herken van de afgelopen tijd. En dan merk ik, oh, ik kan soms heel erg druk zijn en soms moet ik gewoon even een avond in bed liggen. Ja, klopt. Maar dat voelt alsof dat dan, dat voelt alsof dat niet een optie is soms. Maar soms moet ik gewoon na het eten in bed gaan liggen met een serie en gaan slapen en niks doen. Ja, klopt. Zo belangrijk. Maar dat is echt zo. Maar ook dat ik dacht, zie je wel, vroeger, tijdens mijn eetstoornis was het heel erg, als ik me niet goed voelde, dan was mijn dag ook verpest. Ja. En nu dacht ik, zie, ik kan dus om 7:30 s'avonds, kan ik het nog omturnen, als het ware. Ja, en je dwingt jezelf soms ook, ik weet niet of je dat herkent, maar dat je dus moet functioneren zoals je van jezelf verwacht dat je functioneert, terwijl je eigenlijk iets anders nodig hebt. Ja, precies. Dus inderdaad van, oh, maar het is avond, ik kan nu niet koffie drinken of zo. Ja, en je kan dus echt op ieder moment van de dag denken, oké, ik ga het nu anders doen en mijn dag is niet verpest. Ik vind dat zelf wel heel erg fijn. Want daar had ik dus vroeger echt moeite mee. Ik dacht, nou, het moet maar weer morgen worden voordat ik er iets van kan maken. Ja. Maar dat is dus helemaal niet zo. Nee. Nou, ik zeg genoeg trotse momentjes heel deze week, goed. Toch? Heel goed, ja. Hey, in de vorige podcast zeg jij op een gegeven moment, ik heb een moeilijke relatie met spullen. Nou, dat riep natuurlijk wat vragen op. Dat riep gewoon een nieuwe podcast op. Dus vertel. Ja, spullen en rommel in je huis. Ik kon me ook vroeger best wel heel erg gewoon schamen voor mijn huis. Dat ik mensen niet durfde uitnodigen. Oh, omdat ik dacht, ja, maar mijn huis is niet goed genoeg. Want andere mensen, hun huis zijn veel mooier. En bij mij is alles maar een bij elkaar geraapt zooitje. Nu heb ik daar niet zo heel erg veel last van. Maar meer van. Maar je ziet op Instagram en TikTok en zo soms van die huizen voorbij komen van mensen die dan zo'n ochtendroutine doen en die maken dan hun perfect witte schone keuken zonder afwas. Ja, doen ze een la open waar alles in van die perfecte potjes heel mooi en dan doen ze zo een schepje walnoten en een schepje weet je waar ik me altijd over verbaas? Die potten zijn ook altijd nog vol. Ja. Snap je? Het is allemaal zo. Hoe kan dat nou? Een soort etalage of zo. En dan en je ziet nooit eens een vingerafdruk van zo'n. Als ik zo'n pot open, dan zie je toch mijn vinger nee, op dat die is pot er niet. Staan. Nee, dat is er niet. Nee, okay. En dan voelt het van, oh, ze hebben alles perfect. Ja. En ik heb dat niet. Hè. Bij mij staat er misschien nog afwas. Of, er zit toch een koffievlek op de vloer die ik niet heb schoongemaakt van de vorige ochtend. Of whatever. En dan kan het voelen, heb ik mijn leven niet onder controle? Oh ja. Heb ik geen grip? Waarom lukt het me niet om dit bij te houden? Want het lukt hun blijkbaar wel. Dus toen zei het niet dan beter. Ja. Dat. Komt dit nou vooral door social media? Dat je... Nee, want toen ik hier zelf zo mee zat met mensen die durven uitnodigen in mijn huis, was social media... Ja, het is echt gek om te bedenken, maar toen was social media nog niet zo groot. Het is nu niet meer weg te denken, maar goed. Ja, maar toch... ik was student, ik had een beetje bij elkaar geraapte spullen van uit de kring lopen en dat soort dingen. En het functioneerde.
Maar het was niet, ja, soms had ik dan vriendinnen die woonden al samen of zo, weet je. Ik had ook wel wat oudere vrienden vaak en die mm-hmm. hadden dan een mooi huis. Ja, en ik had dat niet. En dan voelde ik me echt zo heel mislukt. Ja? Ja. Maar maakten vriendinnen daar wel eens opmerkingen over? Nee, van, nooit. Wat is het hier een zooitje? Echt of wat nooit. Maar dat is toch het standaard ding dat iedereen zegt... Oh, let niet op de rommel. Sorry voor de rommel. Ja, dat je en dat je altijd denkt, nou ja, ik vind het eigenlijk rommel? Niet zo rommel? Ja, of oké, ja, ik zie dat het rommelig is, maar nou en. Ja, toch? Maar daar zeg je natuurlijk wel iets heel belangrijks. Nou en. Ja. Dus jouw huis. Ja. Jij moet daar 24/7 zijn. Ja. En in een huis wordt nou eenmaal geleefd. Ja, we zijn allemaal mensen. We zijn niet een soort perfecte... Ja, maar kijk, dat is natuurlijk het hele punt van TikTok, social media. Als je die huizen ziet, dan vraag ik me in alle oprechtheid wel af... wordt daar echt geleefd? Of is dit gewoon ik bijna... durf echt er geld op in te leggen... Ja. dat perfecte shot even is schoongemaakt. En dat even? En dat zeg maar... achter de camera dat er gewoon een hele berg spullen reken, maar dat is gewoon dagen werk. En dan worden gewoon meerdere dingen, denk ik, tegelijkertijd opgenomen. Ik heb ook wel eens, ik heb gisteren dan opgeruimd... omdat er gewoon zoveel spullen verzameld waren op mijn bureau of zo. En dan is het even 1 of 2 dagen super netjes. Hey, en hoe voelt dat als het dan zo netjes is? Dus als jij vanmiddag of vanavond thuis komt in dat opgeruimde huis? Ja, wel lekker. Ik vind opruimen, als het opgeruimd is, vind ik heerlijk. Opgeruimd huis is een opgeruimd hoofd, zeggen ze. Dat, zo ervaar ik dat ook wel. Maar ik zou niet zeggen, als het niet opgeruimd is, dan ben je out of control. Dat vind ik weer iets anders. Maar toch voel je wel een bepaalde druk, vooral ook van buitenaf? Niet meer van buitenaf. Ik merk het nu bij mezelf, als ik dan aan het werk ben en die hele tafel ligt voor spullen, dan word ik toch een beetje onrustig. En ga ik me een beetje, ook als er in de woonkamer dan allemaal spullen staan, dan wordt het een beetje druk of zo. Ja, dat herken ik wel, In mijn hoofd ook, zeg maar. En dat bouwt dan een soort van op tot op zekere hoogte. En dan op een gegeven moment ga ik opruimen. Op een gegeven moment is er zo'n punt, dan denk je, nu kan het niet meer. Ja, dan ga ik opruimen. Ja, dat is natuurlijk wel interessant, want ik vraag me af of iedereen op die manier werkt. Want je hebt natuurlijk ook mensen die zeggen, ja, elke maandag of elke woensdag hoe doe jij dat ga dan? Ik opruimen. Nee, bij mij is het ook... op een gegeven moment denk ik, en nu kan het niet meer. En dan moet het ook meteen, het liefst alles. Maar dan is het wel lekker om te doen, toch? Ja. Ja, ik vind het wel fijn. Maar ik heb daar niet elke dag zin in. Nee, tuurlijk niet. Ik ook niet. Maar ik heb ook genoeg mensen die in mijn omgeving die elke dag stofzuigen. Ja. Daar heb ik echt respect voor. Maar misschien is het ook wel gewoon omdat ze dat fijn vinden of dat het een bepaalde rust geeft. Ja, ieder heeft gewoon zijn eigen... gewoontetjes en dingen. Ik denk dat het heel erg is, doe wat goed voor jou voelt of zo. Mm-hmm. Of wat ook makkelijk voor je komt. Want ik kan wel mezelf heel erg gaan zitten pushen om elke dag te stofzuigen. Maar ik weet ook, ik ben een creatief mens met spullen. En dan ga ik weer dit doen en dan ga ik weer dat doen. En ja, dan verzamelen er gewoon spullen. En ik moet zeggen, wij zitten nu qua huis ook een beetje in een situatie dat we gewoon heel veel spullen hebben. En eigenlijk niet echt een vaste plek voor alles hebben. En dat maakt het ook wel snel rommelig. Ja, ik kan me wel voorstellen dat als je vaste plek hebt, dan ga je sneller, even leg je het weer goed. Ja, ik denk dat dat echt een lifehack is van zorg dat al je spullen een vaste plek hebben. Ja, nou we hebben natuurlijk ook aan onze Proudies gevraagd of zij de ultieme opruimtips hebben. Hmm. Dus die gaan we zo eens beluisteren. Maar hoe belangrijk zijn spullen eigenlijk voor jou? Hecht jij er veel waarde aan? Heb je wel eens zo'n fase of zo'n moment dat je denkt, ik gooi alles eruit en ik ga helemaal back to the basics? Ja, vertel. Yeah. Hoe zit dat? Ik verzamelde vroeger, had ik wel meer spulletjes, weet je, zo'n sneeuwbal en een poppetje en een schilderijtje. Van die vakantietroep. Ja, ik weet niet eens hoe die spullen in je huis komen. Van die marktjes kopen. Ja, of dan is er iemand die had een sneeuwbal van een elfje en die zei, oh ja, ik moest aan de Efteling denken en ik moest aan jou denken, dus alsjeblieft. En dat is super lief. Echt, en kaarten of zo, die gooi ik. Oh, ja. Tegenwoordig, het is heel erg. Ik ben er heel blij mee, heel dankbaar mee. Maar ik gooi het ook echt wel snel weer weg. En ik kan echt van die episodes hebben dat ik denk, en nu trek ik het niet meer. Ik ga mijn huis uit. Ik pak een vuilniszak en alles wat ik niet meer wil, gooi ik erin. Oh, ja. En dan gaan er gewoon 3 vuilniszakken de deur uit. Ook meteen 3 gewoon? Ja, vaak toch wel. Oh, veel, dan wil je gewoon alles weg hebben. Ja. Ja, dan kan ik er gewoon echt niet meer tegen en dan ga ik ook... Maar net zoals met dat opruimen, dat stapelt zich een beetje op. En dan op een gegeven moment bereik jij zo'n punt. En dat dan denk je... Want je hebt natuurlijk ook mensen, ook bijvoorbeeld als ze iets nieuws kopen, dat ze zeggen, nou ja, iets erin,
iets eruit. Oh ja, dat is ook een goeie. Ja. Ja, ja, het is grappig, want mijn ouders zijn allebei heel erg een soort uiterste van elkaar. Okay. Mijn moeder is echt heel erg weggooien, opruimen, niet functioneel weg. En mijn vader, die zijn hele huis staat vol met allemaal spulletjes waar hij dan emotionele waarde aan hecht. En waar herken jij jezelf dan het meest in? In het midden. Oké. In het midden van mijn ouders. Oeh, dat klinkt gezond. Ja, toch? Wij zelfs. Nou ja, ik ben ook niet perfect daarin. Ik weet niet, soms kan ik... Ik heb mijn buien. Ja, gewoon maar, buien. Maar hoe is dat bij jou? Ik heb ook niet zo heel veel spullen nodig, maar... Gewoon wel wat basics, denk ik, om me thuis te voelen. En dat heb ik wel heel erg, denk ik, van mijn ouders meegekregen. Wij hebben een jaar met elkaar als gezin in Afrika gewoond. En toen hadden we echt... Oh, dat wist ik helemaal niet. Oh, kijk. Wat gaaf. En toen hadden we... toen konden we echt gewoon niks meenemen ongeveer. Maar mijn zusje, die had dan... voor mijn zusje waren haar knuffels, dat was thuis. En voor mij dan mijn boeken. Dus het resultaat was dat mijn zusje letterlijk 13 knuffels bij zich had in haar rugzakje. Dus haar rugzakje bestond alleen uit knuffels. Mijn rugzak alleen uit boeken. Maar mijn moeder die gaf ons daar ook, of mijn vader, wel alle ruimte voor. Omdat ze dachten, ja, dat hebben zij nodig. En dan kunnen ze zich overal thuis voelen. Al zitten we in een houten hut ergens, zonder iets. Dan, Dus ik denk dat ik dat wel heel erg heb geleerd. Dat ik zou niet zonder helemaal niets kunnen of zo. Maar dat hoeft ook helemaal niet. Maar ik heb dus wel heel weinig nodig om me echt thuis te kunnen voelen. Ja, maar dat herken ik wel. Dat ik toch wel gewoon een paar spulletjes heb waar ik emotionele waarde aan echt die ik niet weg zou doen. Ja, maar ook die denk ik gewoon jou op welke plek je ook uitkomt. Dat dan altijd een beetje thuis is of zo. Ja. Ik heb dat wel weer geleerd dat je dan overal een beetje thuis kan maken of zo. Ja. Dat vind ik een heel fijn. Dat geeft me ook wel zelfvertrouwen. En dat is ook iets wat je ook wel, zeg maar, als je bijvoorbeeld in de eetstoornis kliniek ingaat, van kijk even wat voor spulletjes, ja, dat is super je van thuis mee kan nemen. Dat je daar toch, ook al is het een andere omgeving, wat spulletjes hebt die jou als thuis laten voelen. Ja, maar ik geloof daar echt in dat ook super belangrijk is. Ja. Je wil natuurlijk niet dat een kliniek je thuis is, maar ter overbrugging is het hartstikke goed dat het wel een plek is waar je je veilig voelt, denk ik. Dat je iets hebt dat jou ook een soort van comfort en een gevoel van herkenning geeft of zo. Ja, van warmte denk ik ook. Ja. In toch vaak kille en vervelende plekken. Ja. Dus ik zou niet helemaal zonder kunnen, maar weet je, ik heb toch wel vandaag de dag ook een beetje het gevoel dat minimalistische levensstijl, dat een beetje een soort hype is. Ja, is wel in. Opruimcoaches, terug naar, weet ik, want je hebt allemaal van die quotes, van die Insta-accounts. En ergens vind ik dat natuurlijk wel heel erg goed, hè? Dat we laten zien dat we met weinig kunnen en dat we niet zomaar dingen kopen om te kopen. Maar waar ik dan nou wel een beetje moeite mee heb, is dat bijna een doel op zich lijkt te zijn. Snap je? Kijk, mij is goed met weinig kunnen. Terwijl, volgens mij is het doel van zo'n levensstijl dat je laat zien dat je heel gelukkig kan zijn met bepaalde dingen. Maar dan gaat het meer om dat geluk en niet om... Kijk eens hoeveel ik weggooi of zo. Daar voel ik dan meer online een beetje de druk van. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ja, Marie Kondo, die is natuurlijk de queen van dit alles. Volgens mij stond 2 weken geleden, las ik in de krant, dat sinds zij nu kinderen heeft, het haar ook niet meer lukt om het hele huis op te ruimen. Dus het is ook maar een dat beetje is toch ook logisch? Waar je het space voor hebt natuurlijk. Ja. En het is natuurlijk wel supergoed dat je kinderen laat zien. Hè? Je hoeft niet 10, weet ik veel wat... 10 van dezelfde spellen te hebben. Als je 1 leuk spelletje hebt, is dat ook helemaal oké. Okay. Ja, maar dat is misschien wat jij met al die wekpotten hebt of zo. Dat je dat dan dat perfecte ziet. Ik kan daar wel een beetje druk van voelen. Ja. Ook misschien wel wat ik eerder natuurlijk noemde van iets erin, iets eruit. Dat je denkt, ja, moet ik dat dan ook doen? Weet je wel zo. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Wat voor gevoel geeft het je dan dat jij dat niet doet? Nou, bijna dat je je slecht voelt dat jij dat dan niet doet of zo. Dat je te veel waarde hecht aan spullen bent? Nee, wel dat ik waarde hecht aan spullen, denk ik. Dat verkeerd zou zijn? Nou ja, wel een beetje. Omdat ik best wel veel om me heen hoor dat spullen niet belangrijk zijn en daar gaat het niet om. Ja. Maar ja, misschien zit ik wel een beetje net zoals jij in het midden van... ik heb wel gewoon bepaalde dingen die ik niet kwijt wil en die ik ook gewoon nodig heb. Ik denk dat wel een beetje een perspectief ding... Want ik snap wel wat je bedoelt en ik denk dat sowieso een reactie is... Op elke maatschappelijke of weet ik veel levenssituatie waar we in zitten, komt altijd weer een reactie. En we zijn de afgelopen 20, 30 jaar
steeds meer gaan consumeren, want welvaart. Ja, en ik denk dat dit wel een heel duidelijk tegengeluid is tegen gewoon die overconsumptie. Ja, en ook dat het eigenlijk sociaal niet allemaal altijd heel erg verantwoord is, al die spullen. Maar ik denk dat, ja, je kan ook weer helemaal de andere kant opschieten, te ver, zeg maar. Maar het is wel goed misschien om er gewoon voor jezelf over na te denken van, nou, wat heb ik nodig en wat geeft mij een goed gevoel en wanneer ben ik een soort leegte aan het opvullen met spullen? Ja. Dat is ook een beetje een soort leegte, dat herken ik ook wel. Dat je gewoon maar dingen gaat kopen, want dan vult het ook een soort leegte op of zo. Een soort ongemak. En hoe bedoel je dat precies? Nou, het geeft toch gewoon dopamine dingetjes als je in je hoofd koopt. Om nieuwe dingen te kopen. Dan krijg je weer een gevoel van, oh yes, nieuw, iets nieuws. Oh, ik voel me niet zo fijn, misschien heb ik een nieuwe outfit nodig. Oh ja. Van top tot teen. Ja. Soms is dat hartstikke heerlijk, maar soms dan heb je gewoon een hele kast vol met kleren die je uiteindelijk toch nooit meer draagt. En word je daar dan echt gelukkiger van? Ja, dat is de vraag, hè? Ja, ik las wel iets interessants, dat een psycholoog zei, mensen kopen om 3 redenen dingen, uit praktisch oogpunt. Nou, dat herkennen we natuurlijk allemaal. Dat tweede is meer wat jij, hè, om een klein stukje beter te voelen, maar misschien ook wel een klein stukje gezien worden. Dat is vooral bij grotere dingen als auto's of merkkleding. En dat is eigenlijk, zei zo'n psycholoog, dat is ook eigenlijk helemaal oké, dat is ook gewoon menselijk, maar de derde reden, dat is echt dan dat je bestaansrecht er bijna van afhangt. En dat mensen kopen eigenlijk om, nou ja, om hun eigen waarde op te krikken. Ja. En volgens mij wordt het dan, we hadden het natuurlijk net over gezond, ongezond. Volgens mij wordt het dan wel heel ongezond. Ja. Maar dat is natuurlijk ook wel een serieus probleem. Want ja, ik denk dat daar vandaag de dag ook genoeg mensen mee rondlopen. En ergens snap ik dat ook wel, hè? Als je toch onzeker bent, dan kan je uit heel veel verschillende dingen misschien je eigenwaarde proberen te halen. Ja. En spullen kan dan inderdaad ook zo'n ding zijn. Maar ja, dat is natuurlijk precies wat je zegt. Misschien heb je dan je hele kast gevuld met allemaal dingen. Ziet er allemaal perfect uit. Maar of je doet het nooit aan, of je vindt het niet eens mooi. Dat is ja, ook of je, omdat het zoveel is, probeer je het zo goedkoop mogelijk te kopen. En is de kwaliteit misschien niet goed. Ja. En heb je eigenlijk een kast vol shirtjes en zo, die eigenlijk al heel snel niet meer zo mooi zitten of mooi staan. Oh, ja. Wat ook voor jezelf beeld dan weer slecht is, zeg maar. Ja, het is wel interessant. Ik ben benieuwd wat onze pralies ervan vinden. Het was druk vanochtend. Ik ben heel benieuwd. Onder onze polletjes. We hebben allereerst gevraagd, wie ben jij? Iemand die veel waarde hecht aan spullen? De minimalist. Ik heb heel weinig nodig. Of spullen zijn niet nodig, maar stiekem wel erg leuk. Hm. Nou, ik hoor duidelijk tot de laatste categorie. Same. Jij? Ja, ook. Ik denk dat onze Proudies het met ons eens zijn en dat klopt helemaal. Maar 62%. Dat is, ja, maar dat is dus ook heel menselijk en gezond. Dus ja. Van, ja, spullen kunnen je ook gewoon een goed gevoel geven. Ja, maar precies ook, dat mag je ook wel uitspreken. Dat is wat de psycholoog al zei. Dat is ook gewoon menselijk, dat is normaal. Ja. Nou, ook heel belangrijk dus om dat wel te mogen uitspreken en te mogen voelen. En je dus niet altijd heel erg schuldig te voelen daarover. Want ook iets waar mensen mee kunnen worstelen is van, oh, ik verdien het niet. Oh, ik voel me schuldig als ik iets koop, want er zijn al zoveel spullen. Mm-hmm. En ja, dan is het inderdaad dus wel goed om stil te staan bij, hey, maar het is ook menselijk en het is ook oké. En nee, maar dat is natuurlijk net zoals wat jij zei. Je krijgt er ook een bepaald geluksstofje door als je iets koopt. En dat is ook oké, hè? Ja, en soms kan je ook dan koop je iets, misschien een beetje impulsief, maar dan heb je er toch nog heel lang plezier van. Ja, en soms is iets ook gewoon een flut aankoop. En soms is iets een flop, ja. Maar dat is dan ook gewoon. Ook dat is menselijk. Dat is ook menselijk. Goed, volgende vraag. Wacht, ik ben nog benieuwd. Zijn er dan meer mensen minimalistisch of meer mensen? Meer mensen die meer waarde hechten aan spullen. Ja, die groep minimalistische mensen is 14% van onze Proudies is minimalistisch. Grappig ook, hè? Omdat ik dus dacht, nou ja, heel social media staat vol met. Maar misschien komt dat ook, zeker op TikTok, denk ik, dat ik in zo'n soort bubbel, zo'n fuik zit met alleen maar wekpotjes en minimalisten. Op Pinterest krijg ik altijd huizen helemaal vol met spullen te zien. Echt, ja, het gewoon dat ik denk, wow, jeetje. Oh nee, ik krijg alleen maar van dat Noorse stijl, weet je wel. Helemaal clean. Oh, oké. Een opgeruimd huis, je noemde hem daarnet al even, is een opgeruimd hoofd. Zijn we daarmee eens of oneens? Nou, jij bent duidelijk mee eens, dat noemde je volgens mij daarnet. Ja.
ik hoor een twijfel. Waar zit de twijfel? Nou, het moet niet een soort van... Ja, lastig. Ik vind het... Ik zou zeggen... Want dat voelt meteen heel erg alsof je huis dus heel minimalistisch moet zijn. Maar ik vind het gewoon belangrijk... Ik vind het gewoon fijn als dingen een vaste plek hebben. Ja. Maar dat is misschien ook opgeruimd. Dat is ook opgeruimd. Maar dat is wel een hele belangrijke. Je kan ook een soort van georganiseerde chaos hebben, zeg maar. Heerlijk. Snap je? Ja. Dus het hoeft niet weinig Nee, maar te dat zijn, is wel belangrijk, want dat zie je weinig. Als maar overzichtelijk voor jezelf online is. Of zo. Ja. Snap je? Het hoeft inderdaad niet helemaal clean. Oké, onze leden die zijn het eigenlijk al met ons eens. Want maar liefst 90% die zegt een opgeruimd huis is een opgeruimd hoofd. Ja. Veel vind ik dat. Ja, terwijl Danielle, onze hoofdredacteur, die zegt... Nou, ik kan daar echt niet tegen. Als alles opgeruimd is, dan verlies ik het overzicht. Want dan zie ik dus niet meer... Als alles op tafel ligt waar ik mee bezig ben, dan springt het in het oog. En dan denk ik, oh ja, dit moet ik ook nog doen. Ja. En als het in een kast ligt, dan vergeet ik het. Ja. Dus het kan ook... Ja, het kan voor ook die 10%, ja. Er zijn meer mensen. Maar dat is dus niet verkeerd. Nee, ook. Absoluut niet. Het gaat er natuurlijk, er is geen goed of fout. Het gaat erom hoe jij functioneert. Precies. En of dat nou in een clean huis is of in een gezellige chaos, het is allemaal oké. Okay. Tot slot vroegen we nog naar de ultieme opruimtip. En daar zijn ontzettend veel reacties op gekomen. Ik ga er maar meteen een paar noemen. Een kledingkettingtas. Ken je dat? Wat? Nee. Dat ken ik ook niet. Moeten we zo even googlen. Kledingkettingtas? Ik ben heel benieuwd. Ik ga het direct opzoeken, want ik wil dit weten. Kledingkettingkast? Kledingkettingtas. Kledingkettingtas. Wat een heerlijk lingo wordt. Kledingketting... Ik moet het weten. Wel, ik moet dit even... Kledingkettingtas. Afbeeldingen? Nee, ik snap dit niet. Wat is dit nou? Oh, het zijn van die grote tassen? Kledingkettingtas. Ik begrijp niet wat dit is. Ja, en ik vind dus plastic een hele onoverzichtelijke stofstructuur. Okay. Ja, van plastic word ik gewoon chaotisch. Okay. Al. Ja. Nee, dat kan. Oké. Okay. Ik had vroeger wel, dan was ik zo chaotisch en altijd mijn spullen kwijt, dat vriendinnen voor mij zo'n tas gingen maken. Met alleen maar van die hokjes. Oh ja. En dan gewoon sleutel. En dan ging ik daar maar sleutelen. Want ik was gewoon om de 2-3 minuten... was ik op mijn kluispas, op mijn fietssleutel. Maar op een gegeven moment begon het echt ook vriendinnen te irriteren. Oh. Dus toen kreeg ik gewoon zo'n tas met 24 hokjes erin. En dan was dat gewoon... Ik wil ook zo'n tas. Ja. Want ik op de markt brengen? Ik vergeet dus mijn pas. En dan heb ik mijn pas bij me. En dan vergeet ik de camera. Zitten we nu weer op fotoboot op te nemen. Door naar de volgende opruimtips. Ja, goed. Voor die kledingkettingtas, stuur even een foto. We zijn hier. Ja, of heeft dat met kledingruil te maken? Dat je een soort ketting dat je deelt. Nou goed. Stuur even een foto. Ik ben benieuwd. Ja. Neem je tijd, plan het bewust in. Zeker. Oh, deze vind ik ook leuk. Korte opruimrondjes van 15 minuten. Dat is leuk. Dan zet je de wekker. En dan, wel, ik denk dat dat wel helpt. Ja, als je weet, ik ga nu 15 minuten. Ofwel is het 5 minuten. Weet je hoeveel? Je kan veel doen in 5 minuten. Ja, oh zeker. Leg je telefoon weg en zet muziek op. Ja, dat helpt altijd dat met alles. Begin met iets kleins om op te starten. Ja, vind ik ook een leuke. Want dat geeft al snel voldoening. En dan denk je, nou, ik kan nog wel even doorpakken. Veel muziek. Muziek. Lekker muziekje opzetten en ondertussen dansen. Muziek op en gaan. Ja, ik kan het ook niet zonder muziek. Gewoon één keer in de week even tijd voor nemen. Maar ik kan niks zonder muziek. Deze vind ik ook mooi. Geen rommel maken. Oh ja, dat is best een goede tip. Ja. Nee, maar eerlijk, zeg maar, als ik ga koken en het lukt me 90% van de tijd, 80, 90, dan was ik altijd meteen af terwijl ik aan het koken ben. Oh, en op een gegeven moment heb ik nog gewoon alleen één pan. Oh, dat vind ik echt dus knap. Dus dan maak je eigenlijk niet rommel. Want dan ben je toch al een soort van bezig. Dus dan zit je een soort van in die flow. Terwijl als je denkt, oh, ik doe het later wel. Dan is het een hele grote berg. Vind ik knap. Ja. Dat bij mij lukt me vaak. Niet met alles hoor. Hoeft alleen niet. Met de afwas. Oké. Start met één specifiek ding. Als je daarna geen zin meer hebt, stop je gewoon. Ja. Zo heb je minstens één ding opgeruimd. En vaak heb je dan de smaak wel te pakken. Zeker. Bellen met oortjes in en bijkletsen met een vriend of vriendin. Tijd vliegt om en alles is netjes. Zeker. Dat is een goeie. Veel muziek. Mensen die zeggen, zet ondertussen lekker koffie voor jezelf. Ook leuk. Of een podcast. Ja. Over spullen. Oh, en dat je bij opruimen jezelf de vraag stelt... Heb ik het de afgelopen 3 maanden gebruikt? Ja. En
kan ik het opnieuw kopen voor onder de 20 euro. Ik vind het wel knap als je dat kan. Ik vind dan 15 euro ook eigenlijk al wel duur voor een ding. Het ligt er een beetje aan. Wat voor dingen jij in je kast hebt. Ja, ik weet niet. Zeg maar, mijn skateboard heb ik al 3 maanden niet aangeraakt, want het is winter. Ja, nee, ik vind dat een moeilijke regel. Maar ik snap wel het uitgangspunt van... Ja, we hebben ook iemand die zegt 2 jaar niet gebruikt. Ja, want soms wegdoen. Komt iets na een jaar toch ineens weer terug of zo in je leven. En dan vind je het ineens weer leuk. Ja, precies. Dat is ook wel... Dat is ergens... Dan kan je bij jezelf... Soms kan ik in mijn eigen kledingkast gaan shoppen of zo. Dat vind ik zo leuk. En dan ineens herontdek je een nieuwe outfit. Maar doe jij altijd zomerkleding en winterkleding apart? Of laat je dat bij elkaar liggen? Ja, ik laat dat bij elkaar. Nee, ik doe dat altijd... In dozen. Oh. En dan voelt het altijd alsof ik nieuwe kleding heb. Oh ja, dat is wel leuk, ja. 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 Nou, ik heb met mijn basgitaar, die heb ik denk ik 4 jaar niet aangeraakt. Nu speel ik er elke dag op. Leuk is dat, toch? Grappig, hè? Ik ben blij dat ik het niet weg heb gedaan. Nee. In dat opgeruimde huis is ook TikTok wel weer... had dat niet gekund. Nee, een basgitaar is ook een groot relatief duur ding natuurlijk. Dus dat doe je misschien niet zo snel weg. Nee, en maar... misschien wel mooi om mee af te sluiten. Ga gewoon op zoek naar een goed doel die je 1 keer in de zoveel tijd iets ophaalt. Want dat dwingt je dus om even langs de spullen te gaan. Dat vind ik mooi. Ja. Ik vind dat ook wel belangrijk of zo. Doe jij dat veel? Dingen aan goede doelen geven? Ja, we hebben zo'n kledingbak. Oh, ja. Dus zeg maar, als ik dan zo door mijn huis ga van... Oké, zeker door mijn kledingkast van dingen moeten weg. Dan kijk ik wel altijd van, ja, wat is nog goed en wat kan in die bak? Ik gooi het dan niet in de prullenbak of zo. Dat is een beetje zonde. Nee. Ik heb ook wel vaak dat ik met goede doelen, dat ik dat in zo'n zak doe. Ja. Yeah. Dat is ook heel erg leuk, kledingruil met vriendinnen. Ja, dat is heel leuk. Mijn zusje en ik, die hebben dezelfde kledingmaat, dus dat is sowieso altijd chill. Heel chill. Soms ook wel frustrerend, omdat je elkaars kleding... Jat. Is van mij. Maar wij hadden wel eens gewoon van die avonden en dan nam iedereen wat mee. En dan ging je echt gewoon shoppen bij elkaar. Dat is echt leuk. Heb ik ook gedaan. Ja? Maar wel tijd niet meer, want het is altijd zo lastig om te organiseren. Ja. En iedereen bij elkaar te krijgen op een datum. Dat is gewoon praktisch. Gewoon... Maar het is heel leuk. Ja, het is heel leuk. Ja, en we hebben kringloop in de buurt. Daar heb ik ook wel spullen heen gebracht. Als ik dacht, maar dat is ook super goed. Ik heb ooit voor kerst een soort... Oh ja, mag ik het zeggen? Ja, dat kan ik wel zeggen. Ik heb voor kerst dan ooit zo'n plantenophangknoopset ding gekregen. Dat ik dacht, ja... Klinkt wel ingewikkeld. Ja, en dat staat dan... En dan na 3 jaar staat het nog steeds dicht in de kast. En dan denk ik, dan breng ik het wel naar de kringloop. Nou joh, er zal vast iemand blij mee zijn. Dat denk ik wel. Ja, dit is wel echt een ding wat mensen leuk kunnen vinden. Maar... Zeker. Maar je ziet dus dat opruimen onder onze volgers ook wel een thema is wat leeft. Zeker, ja. Maar het kan ook best wel een hele grote uitdaging zijn. Hè? Wanneer je worstelt met mentale gezondheid, kan opruimen. Volgens mij heb ik ook een tijd terug zo'n video gedeeld van echt een huis wat gewoon... heel erg vies was geworden. Van iemand die dan gratis schoonmaakt bij mensen... bij wie het gewoon echt niet meer lukt. Die ook worstelen met mentale problemen. En dan het begint met een beetje rommel. Maar op een gegeven moment kan het dan zoveel worden... dat je denkt, ja, ik weet gewoon niet waar ik moet beginnen. Nee, maar als het al chaos in je hoofd is. Ja, dan is dus... En er ligt best wel veel taboe op. Want Zeker. Je hebt het gevoel, ik ben vies. Ik faal in het leven. Ja. Terwijl het is heel... Het is heel normaal dat als jij niet lekker in je vel zit... dat gewoon een hele grote opgave kan worden. En vraag dan om hulp. Ja, maar... Want daar hoef je je niet voor te schamen. Nee, absoluut niet. En het is toch ook heel begrijpelijk... als de kleinste dingen zoals tandenpoetsen al energie kosten... Mm-hmm. Dan is het toch meer dan logisch dat een heel huis opruimen... dat dan als iets heel groot en bijna onmogelijk voelt. Ja, en als je jezelf, als je het gevoel hebt dat je het niet waard bent of zo... Dat kan heel lastig zijn. En omdat er zo'n taboe op ligt of zoveel oordeel omheen ligt... kan je het gevoel... Ja, kan het heel moeilijk zijn om hulp te vragen... omdat er veel schaamte bij komt kijken, maar... Want wat zou jouw tip zijn voor iedereen die daar op dit moment mee worstelt? Ja, vraag wel om hulp. Ja. Oh, en je bent sowieso ook niet dus de enige die hier mee zit, die hier moeite mee heeft. En mensen die om je geven van jou, die helpen je volgens mij alleen maar heel erg graag. En je helpt jezelf er vooral ook heel erg mee. Ja, dat geloof ik ook wel. En gewoon van die kleine dingetjes. Ja. Ik heb bijvoorbeeld nog steeds dat ik elke ochtend meteen mijn bed opmaak. Oh ja. Omdat ik gewoon ook weet... Niet eens praktisch, maar meer gewoon... Ik weet gewoon, ik vind dat zoveel lekkerder... als ik vanavond weer mijn bed in ga. En dan is ook een stukje... Ja, dan krijg je dat woord weer zelfzorg.
En misschien juist in die kleine dingetjes. Ja, dan maar een keertje je huis niet stof hebben gezogen een week lang. Het is zo. Nou, ik heb het nu bij, dat ik daar wel eens dan bij mijn vader kom, dat ik denk, god, het is hier stoffig. Ja. En dan denk ik weer, ja, terwijl mijn vader gaat gewoon prima met hem. Ja. Sommige mensen hebben gewoon een wat stoffiger huis, want die geven daar misschien wat minder om. En dat is prima. Het maakt toch niet minder leuk? Of nee. Het is gewoon helemaal oké. Ja. Vooral ook als ze er zelf maar oké mee zijn. Dat is het belangrijkste. Ik vind dat een mooie afsluiting. Ja, zeker. Doe wat voor jou werkt. Ja, ik heb nu toch wel weer een beetje de behoefte om te gaan opruimen. Oh, oké. Nou, dan ben ik benieuwd naar je pruimmoment van volgende week. Spannend. Hey, fijn weekend. Yes, fijn weekend. En tot de volgende. Joejoe.